jij een paardje doet, Chamberlain die krijgt de voet. En dan laat jij, hoi, die krijgt Sertje mij. Het Schotense amateurtoneel De Slissenploeg bestaat 30 jaar en om dat te vieren trakteren ze hun trouwe publiek op een nieuwe productie, Het Derde Rijk in de Vierde Wijk. Het is eigenlijk ontstaan op de hoek van een torg in een breugel hier, café een beetje ernaast. En dat was met een onkel, Melchior van den Branden, die heeft met een aantal oudere theaterbeesten, zal ik maar zeggen, van vroeger van het verbroedering, heeft hij het idee gekweekt van hoe is voetbal te spelen. En zo is het ontstaan. Hoe bent u bij de Slissenploeg terechtgekomen? Wel, zeer toevallig ook. Ze hadden iemand tekort en ik ben een gastrol komen vertolken en ben blijven plakken. Het was zo'n goede sfeer en een ploeg waar dat je echt enorm veel plezier maakt, die ook degelijk werk brengen en ben blijven plakken. Hier is madame, geen varkensvlees, mag ik niet eten? Oh, amai, wat een difficil. Mag niet van de rabbi. De rabbi? Oh, dat zal in een pastoor zijn, denk ik al, hè. Dat hier zijn ogen hij allemaal mee bemoeid. Maar mogen aan vrijdags ook geen vlees eten, hè, niet? Dat telt niet onder de oorlog. De pastoor heeft nog op de preekstoel gezet. Een buitrammetje met goeie buiter en wat kaas. Zuivel op zuivel is van een duivel. 30 jaar geleden slaagde de Slissenploeg erin de harten van het Schotense publiek te veroveren met hun vertolking van het bekende Slisse en César. Sindsdien speelden ze enkel blij spelen. Met het Derde Rijk in de Vierde Wijk wagen ze zich aan een tragicomisch stuk. Dat speelt zich af in de oorlog, Wereldoorlog 40-45, in het Sint-Andrieskwartier in Antwerpen, in het cafeetje van Tante Net in het Vloerengat. En dat is zeer plezierig. Het gaat over de oorlog, dat is eigenlijk een trieste periode. Maar die auteur heeft dat zodanig ingepakt dat de mensen, we ondervinden dat, er heel veel plezier aan beleven. Dat is wel altijd leuk voor een volle zaal te spelen. Dat applaus is wel leuk en zo met volwassenen, dat is wel anders dan met kinderen. Want bij mij is dat echt mijn eerste keer en ik was eerst heel zenuwachtig en zo, maar dat is echt heel tof en zo. Ik heb de passie meegekregen van thuis uit. Mijn ouders die speelden toneel en ik ben dan met de kerststukken met de toneelkring begonnen. De verbroedering noemde dat toen. Dan was ik 7 jaar samen met Luc, want wij zijn even oud. En ik heb nooit gestopt. Ik ben er nu 52, dus dat is al heel even, hè. De Slissenploeg brengt 1 productie per jaar. Die spelen ze dan zo'n 12 keer. Volledig uitverkocht. Wie de Slissenploeg aan het werk wil zien, zal dus moeten wachten tot volgend jaar. Daar is er met die jaren, maar die paren, daar is er met die jaren, maar die paren.